Wieler vrienden en vriendinnen, van harte welkom allemaal. U kijkt of luistert opnieuw naar de Koerstrui-podcast of vodcast van Wielermuseum Velodroom. Met vandaag een lyrische gast bij ons, Dirk de Wolf. Dag Dirk. Dag Ruben. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerste impressie als je hier rondwandelt. Fantastisch, hè? Ik heb het al zo'n beetje gezien bij ons in de streek in Eken. Die hangen toch nog meer truikens. Ik heb daar juist naar zijn bijgebouwtje mogen gaan, ietsje verder hier, een kilometertje verder. Ja, dus fantastisch, hè? Wat springt er voor jou onmiddellijk in het oog? Want er hangen er heel veel natuurlijk. Ja, en, ja. Het is te overweldigend. Je moet het eigenlijk een keer rustig op je gemak gekomen doen. En dan pas zie je, ja, hij heeft elke gele trui dat je maar kunt opdenken, van Lucien van Impe tot Bernard Hinault, hij heeft ze allemaal. Hij heeft ze ook in het groen, ja. Hij heeft ze bollen, hij heeft elk truike van IJsboerke, van de tijd, mini-flat van Walter Plankaert, noem me één man op. Ik heb daar juist een boekencollectie gezien. Hij heeft alles van Merckx, alles van elke boek, elke trainingsboek, wat ik ook in geïnteresseerd ben. Boeken nog meer dan struitjes, zou ik zeggen. Dat is iets fantastisch. Dat is een, ja, mensen, dat ze dat bij elkaar krijgen. Dat vraagt me af. Want dat is een monnikenwerk. Ik heb vroeger geen enkel truinen meer. Ik rij nu mee. Ik zal hem op de merken, van Assos tot Le Col tot de centen. Maar ik heb geen gatreden meer, ik heb geen PDM meer, ik heb geen Nitashine meer, ik heb geen Boldoorn meer, ik heb vind geen je dat, vind je dat niet jammer? Ja, maar dat is allemaal weggegaan als je een keer thuis wegloopt. Ja. Dan doet die madame, die steekt dat in brand of die smet dat allemaal op een grote container en die wil dat nooit meer zien. Wat heb ik gehaald? Dat is mijn zilveren medaille, met een steen, een beetje van Genua. En dat heb ik dan ook aan een... Hetzelfde ongeveer van dit hier gegeven in Eken. Okay. Mensen zijn hier ook op tv. Ja, ze bewaren het daar goed. En eigenlijk één ding dat kwam, dus met een kristallen fiets, 14,5 kilo zwaar. De eerste kristallen fiets, dat was pure kristal. Fantastisch, die heb ik gehad. Die staat bij mij thuis. Okay. De rest, dat is allemaal weg of weggegeven. Wat op zich wel jammer is, want zo'n Hitachi en zo'n Gatorade trui zijn ook wel iconische truien, toch? Ja, zeker. Met een wereldbeker trui bijvoorbeeld, die hangt in Tenerife. Mag dan in een fietsenwinkel gaan? Ja. En die mens doet veel voor mij. Ik heb gezegd, hij mocht hij altijd, ja. Laat hem hier hangen. Hier hangt hij voor iedereen dat binnenkomt zien dat, veel fietsers en noem maar op. Maar het is, ja, als je nu denkt, had ik met een fiets gehouden van PDM, had ik met een fiets gehouden van dat, had ik met een fiets gehouden van Gatorade, had ik met een fiets... Ja, maar daar zit er mee ook mee in museum. Hè. Ik heb nooit niet tijd gehad voor een echt museum op te bouwen, want ik ben veel keer verhuisd. Ja, ja klopt. Ja. Dan gaat het weg natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Voordat we naar jouw keuze overgaan, komen hier de kinderjaren ook voor een stuk terug als je die trui een ziet? Een stukje wel. Waarom? Omdat je zo trui ziet, Faima. Faima. Dat is eigenlijk Superia. Jij zat voor de televisie te kijken. Dat was ik een manneke van 19 jaar. Lucien van Impe, 76, was ik al 15 jaar. Ja, dat was de toerwinnaar wel, hè. Die woonde kort bij mij in Arpemere. Ik was weer nieuweling aan het trainen. Als het koers was in Arpemere, of in Erpen, of in Vlierzeel, ik ging erheen, want ik ging verzekerd Lucien van Impe tegenkomen. Natuurlijk kwam hem niet tegen, die kwam niet naar de jeugd kijken. Maar toch later dan nog met gekoerst, met gaan trainen met Lucien. En nu zie je die truikens, Jan, dat je zegt, maar alle jong man groendig van, dat ik nu nog tegenkom, Herman van Springel in Tenerife. Man! Weet hoe lang dat hij, Rocado, ja. Noemt alles maar op. Dat zijn eigenlijk dingen, dat je, Jumbo zie ik hier voor mij. Maar dat is normaal, dat zie je alle dagen nog. He, de meerheid van Aert, de meerheid Rodlis, noem maar op. Maar de truis, Mercatone. Ja, Pantani natuurlijk. Pantani, Cipollini. Kan er hier nog zo op, Laredoet, Ferdi van Naten. Alain Bondu. Dat zijn allemaal mensen dat ik me gekoerst heb. Die waren me nou ex-prof al als ik eraan begon. Het is hier eigenlijk een onuitputtelijke bron van. Voilà, dat is hier verhalen. Eigenlijk een bron van te zeggen. Wat hangt hier omhoog aan waarde? Verhalen ook. En verhalen. Ja. Op dat verhaal plakt overal een naam op. Er staat allemaal een naam op. En dat is iets, ja. Dat is iets fantastisch, hè? Van Adrie van der Poel tot Libertas, jongens. Wat? Nee, Frans Verbeek. Dat is jaren 68, 69, 70, 72, 73. Was ik nog geen renner, moest ik er nog aan beginnen. En dat is toch iets dat je in zo'n museum
over gans België op een paar plaatsen tegenkomt. De fietsen ook nog. De speciale fiets van Miguel in erin, noem maar op. Als je dat naar ziet, dan zeg ik, godverdomme, dat tegen hem nog een koers. Die reed met zo'n machine al. Wij reden nu met een gewone stalen kader. Eigenlijk konden we dat tegen nooit niks doen. Dat zal nu ook zijn als je de fietsen van nu hebt. Het materiaal wat het Wout nu mee rijdt, of Pogacar mee rijdt, dat zijn machientjes die, ik hoor altijd zeggen van die man, die een fiets duwt u vooruit. Er zit zoveel kracht in die fiets dat anders is dan nu. Ja. Dat is in de kleding ook. Ja. Kleding is ook allemaal anders geworden. Dirk, ik heb jou gevraagd 3 truien te selecteren uit deze rijk gevulde collectie. Ja. Dit is nummer 1. Vertel, naar welke trui zijn we aan het kijken en waarom deze? De Skacht, doe het zelf. Nu, 2021, dat is mijn beste vriend, dat is papa. Voor de mij, oprichter van de firma De Skacht. De Skacht, hè, dat was De Skacht Plastic, De Skacht doe het zelf, De Skacht Loken, De Skacht Lokrist, De Skacht overal. De Skacht, vader van Olivier. Van de voetballer, ja. Hè, met een ment op Anderlecht, 610 matchen. Met pa, buitenland. Alle matchen Europees gaan kijken. We hebben overal gezeten. Moskou, Sint-Petersburg, Manchester, Liverpool. Overal in die stadions. Met ons twee keer naar de zoon gezien. Maar ook het genieten van, ik kan hier met hem zijn. Hij heeft iets meer qua financiële impact. Ja, ja, ja. Hij kon het. Ja, ja. Mooiste hotels in Londen gelegen. Dat ik zei, waarom ik hier alleen in doen in die kamer? Ik kon er in tennissen eigenlijk. Ja, en dan zei Pijke mij naast dezelfde kamer. Ik zei, hoe slapen we niet? Nee, maar niet iedereen. Ja, dan... Dat trolleyje daarop zetten en eigenlijk 2 uurtjes maximum op die kamer zijn. Dan de prijs, £1,250. Maar ja, maar ik zeg, Ronnie, wat het leven is toch zo kort. Ja, dat is zo'n anekdote. Naar plezier, naar Lyon, tickets vergeten. Hallo, Michel, Mr. Michel. Ja, ik sta niet buiten. Papa, kom maar. Michel, ons 2 kaarten verbinden te gaan. Het wordt allemaal geregeld. Maar dat was iets dat je... En dan zei hij, waar ben ik hier? Dat is toch fantastisch. Ik was gewoon in de koers, Tour de France, streng, badje kwijt. Nee, met Ronnie geen probleem. Binnengaan, met de vliegers, met de spelers mee. Alles, de jongens van Zetterberg tot de Schiffels, alles. Ik zou bijna zeggen, jij die al in de koers al zoveel had meegemaakt. Ja, maakte dat mee. Ja. Dat is Paal de Skacht. Paal de Skacht heb ik dan ook een wielerploeg gehad. De Skacht en die Merckx. En dat is dan deze trui? Nee, dat is de trui voor ons, deze. Okay. Maar ik zag de Skacht staan. Ik denk niet dat er een Skacht en die Merckx kan er zijn, maar ik heb hem dan toch... Zet er vele dagen op gestuurd. Het is iets... Het is een monument. De Skacht is een monument in Destelbergen, Lokristi en omstreken. Ja. Sponsort alles. Maar hij heeft dus ook echt... Ik weet niet of hij het nu nog doet, maar hij heeft destijds koers gesponsord. Amai, hij heeft niet anders dan koers gesponsord. Ja. Hij heeft ook elke cyclocross op de Koppenberg gesponsord. Hij sponsorde de ploeg met Ludo Giesbers. Met Streulen. Met Bart Eierweg, kampioen van België. Dan met mij. Dus hij heeft altijd met de Skacht saai. Hij heeft ook de motorkes op de ganse piste laten draaien. Klopt. De Skacht. De motorekes, dat brengt de kijkende meeste mensen naar zaal. Dat brengt mij op. Maar dat brengt niks op, ze. Want dat is de kick op de piste. Eens en een maat John Tsai. Tsai renovatiewerken en de Skacht. Dat zijn 2 mensen, we dat Elio Keijsen, noem maar op. Allemaal in nood van. Als die in de probleem was, dan zei Ronnie die jongen ook helpen. Ja. En Ronnie heeft ook vrienden, minnen Lefijver, minnen dat. In dat milieu kent. Ja. Iedereen. Ja, en. Ja, maar ja, wat ga je doen, Ronnie, jongen, wil ik daarmee. Voilà, hij rijdt er nu nog bij. Hij heeft nog een jaar bijgedaan. Ja, dus dat wil zeggen dat je een keer een fout of dat je schuld niet was. En dat je dan toch een renner kunt worden die het geluk heeft van zo'n mens gelijk de Skacht te leren kennen. Anders nooit geen coureur meer was geweest. Ja, ja. Dat is ook belangrijk. Als je met Elio spreekt en spreekt van de Skacht en van Saai, Luc en Papa. Ja, dan dus, weet hij wat hij eraan te danken heeft. Ja, dan zegt hij direct, wat is dat? Dat is God voor mij. Ja, ze hebben mijn carrière verlengd eigenlijk. Ja, mijn lange carrière van gemaakt. Ja. Geen van over... 10, 12, 13, 14 jaar geleden. Absoluut. Ja. Voilà. Dus op een bepaald moment kom jij in contact met vader de Skacht, omdat hij aan jou vraagt om een wielerploeg op te richten? Ploeg te maken, ja. Een jeugdploeg. Ja, een jeugdploeg. Een jeugdploeg. Ja. En wat waren zijn ambities? Wat was jouw ambitie? Winnen. Hij moest winnen en mijn ambities waren mijn jeugd werken. Hij noemde mij zijn eerste 4 zenders op, Bart Eierweg, Streulen, Chris Dekkers, nogal zo een paar. Ik zeg, maar die zijn allemaal 35 jaar, ik wil mijn jeugd werken. Ah, neemt er die ook bij, maar die had ik ook.
Dat zijn mijn renders in mijn kermiskoersjes, in mijn streekje, al binnen rond mijn fabriekjes en rond dat mijn doelstel. Dat vond hij wel leuk, ja. Ja. En ik zeg, ik ga een topploeg maken, waar we de Loire-Cher mee winnen, de Granitier-Breton winnen, waar we de Ardense Pijl mee winnen. En ik woon die dan ook allemaal. Met allemaal jonge, sterke jongens. En dat was een team, dat was met Mercedes, en dat was camion, bus, alles aan wij, kamper. De sky was een beetje de limit. Ja, dat was de limit bij papa. Zeg, we gaan niet met een Jacques, we gaan niet met een Skoda rondrijden. Gelijk jij bij de beroeprenders. Ik werd dat ook een stuk bij de beroeprenders. We gaan met een Mercedes rondrijden. We gaan met een Vito kamionet rondrijden. We gaan trainingskamp halen in Marbella. Niet in Calpe, Marbella. Voilà. En dat was het. Ja. Dus we moeten de zegswijze aanpassen naar de skacht. Wij sliepen niet, in de Ronde van Luik in een school. Nee, wij pakken een hotel in Riems, bij Molenaars. Die kende die. Dat kan van leren goed. Bestelt dan maar. Wij gaan daar slapen. Wow, maar dat kost niks. Wij gaan daar. Want wij zijn de skacht die merks. Voilà. En dat was, ja. Mag ik dan zeggen dat op dat moment, toen dat die ploeg opgericht werd, dat een beetje de referentie was? Ja, natuurlijk. Je komt dat toe op de koers. Ik moet het u niet vertellen. Ze zijn er. Als je dat hoort, ik had toch al genoeg jeugdploeg gehad met Jozan, met Gopas. En dan zei ja, ze zijn er. Oh, één en twee vandaag naar Ardense Pijl. Ja, dat is een soort psychologisch voordeel. Ja, dat is een stukje voordeel. Waarom? Gaat vroeger AZLK die merks. Ja. Als ik toekom, dan zeg ik ook, ja, ze zijn hier. Maar gewoon mijn kruis. Mijn kruis zijn ook, die van AZLK zijn hier. Ja. Op die moment, 5, 6, 7 jaar later, Pie van de Prof zal ik nog aan het werken mee. Daar kwam ik ook toe, jongens, we gaan dat boelje niet opkuisen. Romsé, Stavelo Romsé. 1, 2 en 3. En de apparaatjes waren al in. Ja. Rij maar even weg, met 3 weg. Dat was in de trui van de schacht. Ja, dat was in de schacht met Tom Stubbe. Met de wereldkampioen van bij de juniors. De Nieuw-Zeelander, Yates. Met Jan Neves en de zoon. Met Sven Neves. Ja. Met Maxime Monfort. Met David Boucher. Met Wenzel, de Afrik. We hadden een ploeg. Die was Stijn Ennekes, noemt alles maar op. Het bleef weinig over voor de rest. Hè? Ja. Heeft Philippe Gilbert ook in die trein opgereden? Nee, Gilbert heeft bij mij bij Gopas gereden. Oké, dat was terug bij Gopas. Is dan Gopas, ABX, prof geworden, rap. Ja. Greg Van Aver, maar het is iets achter nog de skacht nog begonnen, bij Jozan terug. Ja. Met een andere een hele goede vriend. En zo snel doorgegroeid. Hoeveel jaren heeft de jeugdploeg van de schacht bestaan? Eigenlijk met mij maar een kleine 2 jaar. Ja. Omdat ik hoger ambitie, en hij ook. Hij zei, ik ga mijn plasticfabriek verkopen. En je kunt nooit meer winnen wat je eigenlijk nu gewoon. Ik won 78 koersen. Eigenlijk was dat al. De lat lag te hoog al. De lat lag al zo hoog. En ook, er ging ook, iedereen vertrok met de profs. Veel profs. Je moest terug gaan beginnen. En ik had dan ook een kans van te werken bij een profploeg. Hè, samen met Luc Meers van nog beginnen bij Lotto, ABX, Adeco nog. En ja, dat is dan ook snel gekomen. En ik ga dan ook nog les in Aalst. En noem maar op. Ik werkte dan nog in de VRT. Ja. Ik ga dan nog commentaar hebben. Tour de France. Je kon niet alles blijven doen natuurlijk. En ook als je een jeugdploeg doet, nu zeker. Nu moet dat nog. Nu moet je echt met die jongens, nu moet die eigenlijk voorbereid zijn. Zoals je de meeste ook hoort zeggen. Nu moeten weten. Wat is dan een jongen zijn vermogen? Wat is zijn wattages? Wat zijn kilo's? Wat is dat? Afvoeren, nemen we toe. Andere, betere. Nu is de limiet zo hoog. Ruben, al die jongetjes dat nu rijden, baby Giro gewonnen, een Spanjaard van 18 jaar. Van de Nabele, derde is geloof ik. Die zegt me nu al, ik moet verbeteren, want het gaat moeilijk worden bij de profs. Want je hebt al nu de... Je ziet al wie dat er achter jou komt. De Pitcocks, de Pogacars van over, die zijn er allemaal, Devenepoels. Nee, die rijden ook alweer terug bij de 17 en 18-jarigen. Ja, voilà. En als je daar nu weet, en te spijtig van dat te zeggen, kan ik ooit wel prof worden tegen die jongens? Die vraag moet je nu stellen, als je het niveau... ziet dat er nu gebeurt in het wielrennen. Ik neem dan één voorbeeld, gemakkelijkste voorbeeld, Wout van Aert. En aan de Tour beginnen 85-90% van conditie. Verbeteren in een Tour, bergrit winnen, tijdrit winnen, sprinten, eerste op de Champs-Élysées, tweede stuk achterkant, alle dagen verbeteren. Als je nu een topper pakt, dat toch ook een topper is, de Gent, Van Avermaat, Gilbert,
Ik kom er niet meer aan te passen. Die komen er niet meer aan. Die jongens zijn ook die rijden op een level. Je hebt levels. Ja, ja. In spelletjes heb je levels op, en je weet wel op. Ja, 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 tuurlijk, ja. In een computer. Level 10, hè. 12, ja. 14, ja. 16, 20. Like level op Swift is. Als je wil de level, moet je veel kilometers op doen. En je gaat altijd maar omhoog. Dan krijg je een muts, dan krijg je een kader. Die zitten direct aan zo'n hoog level, dat die kunt je niet inhalen. Je kunt die, ja. Die zijn op een moment ongrijpbaar. Heel even terug naar die wieler. Ja. Het is bij wijze van spreken, je zou kunnen zeggen dat het niet per se sportief gezien, het was een mooie periode, maar je hebt vele mooie periodes, maar het is bijna een truit die jou de terugdenken aan de joie de vivre die je met die mensen hebt meegemaakt. Ja, maar wat nu nog meemaken. Nu nog meemaken. Over 14 dagen bij hem dan maar bij geweest. Ik zie die twee, drie keer per week, ga ik bij hem op de firma maar koffie kunnen drinken en een beetje een babbel. Ja, leven had er niet hetzelfde uitgezien zonder... Nee, zeker niet. Pa, alles kracht is, als ik binnenkom, hoe is het? Wolfgang, hoe is het? Goed. Hey, tv-verdet. Je zit op tv. Ik heb het gezien. Hè? Ja, dat is zoiets. En dan, ja, allez, pak koffie, doe maar. Ja, iets nodig in, doe het zelf, pak het je me. En die loopt weg. Die is dat. En dan een uur erachter kan die met terug een keer bellen. Ja, wat, het is koers, hè? Wie gaat er winnen? Ja, maar zo, voilà. En dat is iemand dat je, ja, wat dat ik mag thuiskomen. Ik heb iets nodig. Een auto met een automobiel in de garage. Ik heb die, kom de maal, hè? Wat dat druk in de garage. Wat Porsche tot Ferrari, tot Mercedes, tot een BMW, tot zelfs een Rolls. Kom de maal, je weet de sleutel aan, hè, pakt hem. Hè. Of een camionet, ja. Of een camionsje dat er zou pakken. Hè. Ja, je toch, moet je naar, ergens iets wegdoen, de container, de tender. Komt de camion of de camionet al? Kom, ga dat. Ik heb volste vertrouwen, hè. Ja, doe maar. Hè. En het verhaal is dan eigenlijk allemaal begonnen daar in het wielrennen. Ja, daar is ook. Jullie verhaal begonnen. Ja, het grote verhaal is eigenlijk begonnen met het afscheid van Rudy Danus in de titels. Dat was toen van hem, dat was een dansingsje. Afscheid van Rudy daar, en zo leerde iemand kennen die zot is van sport, wielrennen in zijn hart draagt en ook van het leven geniet. Op een moment nu wat ouder geworden, wat dan normaal is, nu al meer zijn rusten wat wilt. En dan ging je naar de firma, dat wel, altijd eerst op de firma, denk ik. En ja, die ingezien heeft dan nu sponsoring nog de piste. Maar dat allemaal niet meer nodig, dat je, ja, zo groot is. Dat. Nu is het ook allemaal bananen met betaalbaar, wilde een topploeg hebben. Dat is juist. En ook, hij zegt ook, een firma internationaal, zoals Sodal dat in alle landen verkoopt, die moet op een trui staan. Ik verkoop België. Ja, ja. Ander verhaal. Ja. Quickstep, dat is overal, dat is in Polen, dat is in Frankrijk, dat is nummer op. Daar haalt u dan... En zeg het ook, dat is de beste publiciteit dat je kunt dromen, dat is wielrennen. Ja, absoluut. Dus het is het goedkoopste in vergelijking met voetbal en je krijgt de volledige... Je moet nu zien ook, en zeg het ook van de jaren. Ik weet nog, ik heb nog een tour gedaan met Mark van Lommel, dat gaven wij een durken uit. Nu is José en Michel er alle dagen uren liggen uitleggen, 150 kilometer nog van in de start. Nu ziet een sponsor komt in beeld. Tuurlijk, hè. Ja, natuurlijk, het kost geld. Hè.